Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi gevuld bloemenmandje maken. Lekker vrolijk, een beetje voorjaar, daar hebben we toch wel zin in. Heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak en een leuke winactie. Dan gaan we nu gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Ik heb dus een hele mooie ondergrond van een mandje. En daarin heb ik eerst een stukje plastic gedaan. Als ik niet zeker weet of een ondergrond 100% waterdicht is, doe ik er altijd een stukje plastic onderin. Kan nooit geen kwaad, je ziet het niet, maar dan houdt altijd meer water tegen. En daarin heb ik een blok oase gedaan. Nu snij ik even het overige plastic af, zodat je het niet ziet. En dan gaan we beginnen met het schikken van de bloemen. We gaan het bloemmandje een beetje wild opsteken. Ja, zoals je eigenlijk echt een bloemmandje hebt. Dus dat je echt met verschillende hoogtes gaat werken, maar je wel elk product goed blijft zien. Ook vind ik het leuk om allerlei kleuren toe te passen, zodat het een heel mooi vrolijk geheel wordt. Maar wel ja, in één stijl. En ook juist de vorm vind ik heel belangrijk om die er goed in te houden. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik snij altijd even dit zijkantje schuin. Dat doe ik nu ook eventjes. En ik begin met wat eucalyptus als basis. Zoals ik al zei, mag het wat wilder. Ik ga met verschillende hoogtes werken, maar ook dieptes. Dus dat je eigenlijk op verschillende lengtes gaat werken. En het mag niet wijder uit zijn dan ja, de hoogte van je mandje. Dus daar let ik wel goed op. Als je de eucalyptus knipt of snijdt, doe dat dan net boven het blaadje. Dan kun je eigenlijk alles weer gebruiken. Dus dat is het leuke. Dan heb ik mooie limonium. Die zijn trouwens in verschillende kleuren leverbaar. Ik gebruik nu roze. En ook deze laat ik er wat wijder uitkomen. Zodat je een mooi speels effect krijgt. Dan gebruik ik mooie roze lysiantus. Let trouwens goed op dat je alles goed schuin aansnijdt. Daarnaast heb ik natuurlijk de oase nat gemaakt. Druk de oase nooit onder water, maar laat het zelf volzuigen met water. En ik werk de lysiantus op verschillende hoogtes in het stuk. Dus ik doe er wat korter in, maar ook wel wat langer. Zodat je nu echt het speelse effect krijgt van de verschillende hoogtes. Zo maak je het ook net wat spannender. En gewoon super vrolijk. En ik hou dus een beetje de lussen als hoogte aan. Dan heb ik mooie roze roosjes. En ook deze werk ik mooi korter in weg. Ik snij het schuin aan. Deze stop ik dus wat dieper in het stuk. En werk ik juist mooi compact weg. Dit is ook ietsje langer aan de zijkantjes, dus de buitenste doe ik net even iets langer. En kijk hoe mooi vrolijk en speels het nu al wordt. Juist door die hoogteverschillen maak je hem heel mooi luchtig. Dan heb ik ook mooie paarse lysiantus en die verwerk ik net zoals de roze lysiantus op verschillende hoogtes. Dus zowel kort als lang. Let ook goed dat die zijkanten straks mooi weg zijn gewerkt, dat we straks geen oase meer zien.
En ik hou dus die vorm er mooi in van het bloemenmandje, zoals je ziet. Maar ik werk dus op verschillende hoogtes. Dan heb ik een mooie distel. Deze verwerk ik wat korter, zodat ik echt de oase begin weg te werken. Let dus goed op dat een bloem niet in een verdrukking komt. En dan super leuk om wat extra kleuren aan te brengen. Deze mooie Crasperia bolletjes. En deze die doe ik wel wat hoger. Dat vind ik juist ook het leuke aan die Crasperia. Heel speels. En die laat ik dus weer meelopen met het mandje. En als ik dan bloemetjes over heb, stop ik die er ook nog even tussen. En dan als laatste nog wat extra statiezen. Heb je genoeg hoogteverschillen, dan kan je deze gewoon compact verwerken. Maar denk je, ik wil nog even iets extra hoogte in. Dan kan je dat ook toepassen. Ik zal het even laten zien wat dat doet. Zowel de hoogte als de laag. Ik ga het nu laag verwerken, want ik vind mijn hoogteverschillen voldoende. En ik werk zo de laatste oase weg. Je kan er altijd nog meer bloemen bij in doen, maar ik wil het juist wat luchtiger houden. En dan hebben we een prachtig mooi zomers bloemenmandje, mooi rijk gevuld. Echt heel erg leuk om ergens neer te zetten bij een deur, op een tafel. Je kan eigenlijk alle kanten mee op, gewoon super vrolijk. Helemaal deze tijd, beetje foyer, beetje zomers. Heel erg leuk. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onderkopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het ook naartoe moet, het komt gewoon naar je toe. Geen probleem. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien jullie mij de volgende keer weer.